Doen jullie dat wel eens? Doemdenken. Nee, in deze donkere dagen, want daar gaan we het met jullie over hebben. Nee, we zijn altijd positief en zo hoort het ook te zijn. Ja, maar in deze donkere dagen is het wel wat gevaarlijker, want het dievengilde heeft een toptijd. Laat maar eens even kijken. We attenderen mensen erop dat je gevaarlijke situaties kan hebben, maar ook als je kijkt naar deze container en dit bankstel. Je stemt op de container en je bent bovenop het huis en je kruipt bij een raampje naar binnen en je bent binnen in een huis. Klapraampjes op de eerste verdieping. Deze heb je zo kapot en dan ben je zo binnen als inbreker zijnde. Je gaat hierop staan. Kom je er makkelijk in, ja? Ja, geen probleem. Een beetje goede inbreker heeft dit zo open. Pak dit om op te staan en je bent binnen en je schuift zo naar binnen. Maar dit is wel heel erg goed. Deze haaientanden op een schutting, hier ga je niet zo overheen. Ik heb ooit iemand aangehouden, een inbreker, die had een boekje bij zich en daar stond allemaal adressen in. En de dienstdoende politieagent vroeg aan hem wat zijn dat voor adressen. En dat waren mensen met honden, want daar komen ze niet, daar voelen ze zich niet zo heel fijn. Tip, neem een hond. Nou ja, dat kan. Ik heb er wel een. Nou, gouden tip lijkt me, neem een hond, toch? Ja. Goed idee. Nou ja, goed, een hond schrikt natuurlijk in die zin wel af dat die aanslaat. Dat veroorzaakt weer lawaai, waardoor mensen wakker worden of de buurt wordt gealarmeerd. Dus dat speelt natuurlijk wel mee. Maar daar ligt het natuurlijk niet alleen aan. Nee. Ik denk ook dat eigenlijk is het zo dat je als gehele samenleving en burger bij elkaar, met elkaar moet opletten voor elkaar spullen. Ja. Ja. En gebeurt dat genoeg in deze donkere dagen? Want ja, vanavond is bijvoorbeeld weer pakjesavond. Ga je het bij de buren vieren en dan doe je zelf de lampen uit. Nou, dat is een makkelijke keuze voor de... Dat is niet vanzelfsprekend. Nee? Dat het niet gebeurt. Nee. Ja. Je bedoelt niet vanzelfsprekend dat er niet op elkaar gelet werd? Of juist wel? Ja, vroeger was het meer, maar het is nu heel veel op zichzelf gericht. Hè? Vroeger wisten de buren dat je wegging en zo. Hè? Ja. En tegenwoordig is dat niet meer vanzelfsprekend. Nou, ben jij wijkagent in de omgeving Dalfsen. Ja, klopt. Is het dan zo dat je daar ook mensen op attendeert? Dat je zegt van, let eens een beetje op. We zijn op allerlei manieren om dat te attenderen. Nee, we zijn met de WhatsApp-groepen zijn we al een tijd mee bezig. Hè? Dus dat geeft wel weer wat enige verbinding. Hè? Een kleine groep in bepaalde wijken, straten. Gebeurt dat nou veel, dat soort WhatsApp-groepen? Zijn die er veel? Nou, een heel Vechtel zit nagenoeg helemaal onder de WhatsApp. Oké. En die zijn ook allemaal weer aan elkaar gekoppeld op een of andere manier. Dus die staan allemaal met elkaar in contact. Ja, ik zit er toevallig zelf niet in. WhatsApp groep met de buurt om elkaar te attenderen op inbraak? Ik heb een neighbor-app. Een neighbor-app? Ja, dat is een applicatie waar je eigenlijk in de hele stad kunt zien waar, waar de buurtgenoten wonen. En daar kun je berichtjes op zetten. Okay. Dus als je dan de buren wil waarschuwen of ik heb iets raars gezien, dan krijgt iedereen verdacht. Een melding. Ja, ja. Nou, goed idee. Dat is hetzelfde principe. Ja. Dus die WhatsApp groepen, dat werkt wel? Ja. Of worden ze vaker gebruikt voor het afmaken van wielrenafspraken? De beheerders die zijn heel streng daarin. En als het gaat over dat de kat weggelopen is of feestjes, dan zeggen ze nee, daar gaat het niet om. Mensen moeten wel alert blijven dat het alleen maar over verdachte situaties gaat. Ja, en dan is er een verdachte situatie. Wat moet je dan doen als burger? Politie bellen, 112. Dat is eigenlijk onze boodschap. Echt waar? Voor een inbraak ook gewoon? Voor een inbraak. Sterker nog. Op het moment dat de burger ziet dat er iets niet klopt in zijn straat of in zijn wijk. En dat voel je vaak wel aan. Iedereen weet op zijn onderbuik wel van dit klopt niet. Die man hoort je niet. Die auto staat hier verkeerd. Wat is er mee aan de hand? Dat klopt allemaal niet. Noteer het kenteken. Kijk zoveel mogelijk wat je ziet. Neem dat mee en bel 112. Maar 112 was toch alleen voor levensbedreigende situaties? Dat was vroeger. Ja. En sinds een aantal jaren is dat ook voor dit soort situaties. Dit zijn bedreigende situaties in de levenssfeer. Ja, dat betekent gewoon dat je daar als burger gewoon voor kunt bellen. We zijn daar ook voor. We willen ook graag dat we hebben die burger heel erg nodig. Ja, om het samen op te lossen. Om het samen op te lossen. En daar hebben we 80% van de misdrijven die op woninginbrakengebied die wij oplossen, is met behulp van de burgers. Merken jullie dat heel veel mensen dan niet een beetje 112 belangst hebben? Nee, zeg maar, dat je op een later moment hoort van of dat je met een buurtonderzoek naar een woning, waar ik doe altijd een buurtonderzoek. Ja. En dan kom je iemand thuis en dan zegt of aan de deur en dan zegt, oh, we hadden gisteren toch wel iets gezien. Ja. Een auto die hier niet thuis hoorde. En dan zeg je, ja, maar kon ik dan wel bellen of zijn jullie dan wel open? Weet je wel, denk je dat we dan s'avonds dicht zijn. Dan zeggen wij van, nou ja, als u wat ziet, wat bij deze zegt, altijd bellen. Ja, altijd bellen. Jorien, wist jij dat? Dat je 112 kan bellen bij inbraak? Nee, ik had niet verwacht dat het bij inbraak zo zou zijn. Ja, het is niet alleen bij inbraak, maar ook het moment voor dat je iets ziet, iets waarnemen van je denkt eigenlijk, dit hoort niet, dit voelt niet goed, bel ons gewoon. Ja. Nu hebben jullie een donkere dagen offensief. Nou, dat is heel allemaal prachtig. Dat is van oktober tot maart, geloof ik. Mm-hmm. Wat doen jullie dan als politie? Ja, we zijn bezig met voorlichting. Dat doen we zelf en in combinatie met de gemeentes waar we mee werken.
En dat varieert van het geven, echt daadwerkelijk voorlichting geven op bejaardentehuizen of in buurthuizen waar een kwetsbare groep is. Ja. We zijn zelf heel actief met controles. Dat wil zeggen dat we de straat op gaan, dat we controles houden in verschillende vormen. Dat kan onopvallend zijn, maar dat kan opvallend zijn. Ja. En dan heb ik het over opvallend met onze opvallende politievoertuigen. Dit is opvallend, dit is inderdaad. Opvallend. Deze is vrij opvallend. Ja. Soms ook in burgerkleding. Ja. Ja. Dat we specifiek, dan gaan we kijken van hey, waar zijn dan de plekken waar heel veel wordt ingebroken. Hè? Ja. Volgens, en dan gaan we daar zeg maar om ons op richten. Ja, met ons eigen team. Bijvoorbeeld laatst hebben we op onze website natuurlijk ook regelmatig. En ik geloof dat 2 weken geleden was er echt sprake van een inbraakgolf in bijvoorbeeld Vriezenveen. Hmm. Doen jullie daar dan, wat doen jullie daarmee? Nou, dat is afhankelijk van het team. Wij zitten zelf in IJsseland. Ja, ja, ja. En dat is dan onderdeel van Twente. Maar de collega's? Wat we doen, ik heb wel een voorbeeld van Nieuw-Leuzen. Dat is ongeveer 2 jaar geleden gebeurd. Daar hadden we ook een golf van inbraken. Nou, vaak pakt zo'n team op dat moment wijzigen ze hun diensten. En dat betekent dat ze in gezamenlijkheid met elkaar extra inzet plegen. Er worden vrije dagen opgeofferd, vrije avonden worden opgeofferd. We baken een heel terrein baken we af. En we proberen eigenlijk in een paar dagen tijd een beeld te krijgen van wat hebben we, met wie hebben we te maken. Als het kan, een hete daad pakken. En lukt dat niet, dan hebben we in ieder geval de preventie uitgeoefend. En dat wil zeggen dat we op dat moment geen woninginbraak hebben. Ja, dus jullie, en de meeste teams gaan op die manier ook te werk. Jullie leren dat en dan proberen jullie iemand op hete daad te pakken. Hebben jullie wel eens iemand op hete daad gepakt? Betrapt? Dat komt eigenlijk niet zo heel vaak voor. Wat ik al net eerder aangaf, we hebben echt die burger nodig om ons te attenderen op het feit. We hebben niet zo heel veel wagens s'avonds op pad. Dat is toch redelijk beperkt. Onze gebieden zijn groot. Ja, dus je moet het kunnen inschatten. Ja. Ja. Wat doet dat dan met jullie, met een politieagent, als je iemand op hete daad snapt? Lijkt me een heel gek gevoel. Ja, Marco? Is dat een kick of zo, of is het ook juist wel niet zo fijn? Nee, dat is op zich wel mooi als je iemand op hete daad kan betrappen bij een Want je kunt het voorkomen mister. Dan, ja. 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 Het is eigenlijk een tweeledig gevoel. Je hebt één, de professie, dat je de man, zoals wij dat in ons jargon zeggen, achterover willen trekken. Daarmee bedoelen achterover wij willen trekken. Ja, dat noemen wij zo. Maar daarmee bedoelen we eigenlijk te zeggen, we willen hem binnenhalen, aanhouden en binnenhalen. En onze opsporing kan er verder mee. En een ander gevoel is jouw gevoel als ook bewoner, vader, huisgenoot, noem het allemaal op. Ja. Dat je denkt, dit voelt niet goed. Onrecht. Onrecht wordt aangedaan. Ja, en angst ook misschien angst, wel. Want we hadden het net over het herinneren van pijn. Mm-hmm. Het herinneren van een inbraak lijkt me voor mensen die het overkomt ook heel heftig. Nou, je hoort van bewoners ook heel vaak hè, van dat ze het helemaal niet prettig vinden dat iemand dat de spullen weg zijn. Dat is soms niet heel erg, maar dat er iemand in hun huis is geweest. Hè, en door hun spullen heeft lopen snuffelen. Ja, dat ze dat gevoel van veiligheid in hun eigen omgeving kwijt zijn. Klopt. Ja, wat doen jullie dan met mensen? Coachen jullie daar ook mensen die dat overkomt in? Wij gaan in gesprek met ze en dan bieden we ze slachtofferhulp aan. Dus wij zijn natuurlijk geen professional in op dat vlak. En dan neemt slachtofferhulp contact op met die mensen. En dan, als ze dan verder daarmee willen, dan kunnen ze bij hun thuis komen of ze gaan daar op locatie en dan kunnen ze het over hebben. Ja. Of via de huisartskant ook. Goed, maar voorkomen is beter dan genezen. Klopt. Ja. Dus een paar gouden tips nog misschien. Wat moet je doen? Lampen aan, muziek aan. In ieder geval uitkijken. En daarmee wil ik zeggen, en eigenlijk ook een beroep doen op de mensen. Kijk gewoon om je heen. Wat zie je? Wat signaleer je? Hoe voelt dat? En bel ons. Met name ook nog de hondenbezitters. Die loopt elke avond zijn eigen rondje. Die weet waar een auto staat. Of iemand in de buurt hoort of iemand niet in de buurt hoort. Ja. Bel ons als je wat ziet. Ja. Registreer je goederen, waardevolle spullen. Stel er wordt bij je ingebroken. En er wordt later iemand gepakt. En die heeft de goede bij, zodat je in ieder geval dat wij kunnen zien van aantonen dat het van jou was. Ja. En we hebben natuurlijk sinds kort een camera in beeld. Daar wil ik echt een beroep op doen op de kijker. Camera-in-beeld.nl. Dat is een website waarop mensen hun camera's kunnen registreren. Dat kunnen wij als politie weten waar ongeveer camera's in de buurt staan. Beveiligingscamera's van je eigen schuur of je eigen wonerf. Gericht op beveiliging van je eigen spullen. Het mag natuurlijk niet op de openbare weg gericht zijn. Maar vaak flarden daarvan worden wel gesignaleerd. We zien het ook vaak bij opsporing verzocht. Zeker. Ja, de registreer je camera's. Onder de loep, ons eigen programma. Loop, natuurlijk. Registreer hem en wij kunnen dan meekijken wat er gebeurt en wat er aan de hand is. Nou, bij deze, dankjewel. Een veilige pakjesavond al gewenst. Ja.